3 hoog. Ja, voor topsporters is het natuurlijk geen probleem, maar voor mij wel. Maar een kleine hint waar ik ben, dat kan je al zien. Ik ga eens even een mooi spelletje spelen. Mens erger je niet. Ik ga eens kijken of ik ze kan verslaan. Jip en Maurits, kom maar op jongens. Morgen. Kom binnen. Hey mannen, gezellig dat ik er mag zijn. Leuk. We gaan een spelletje spelen. Kijken of je een keertje kan winnen. Laten we een vliegende start geven. Jij mag eens gaan kijken wat het is, jongen. Ja, fantastisch. Is aan jou. Nou, ben zeer geniet, jongens. Ik heb heel veel gespeeld vroeger, dus... Top. Veel oefening gehad. Ja, ik maak me niet zo zorgen om dit potje. Hey, ik neem aan blauw. Ja, lijkt me wel, hè. Ja, ik vind het raar dat er geen oranje op zit. Je zou toch de kleur van landskampioen toe moeten voegen op het bord? Ben jij zwart, ja? Dat past bij karakter. En dan ben jij rood? Ja. Mooi, je zit op de bank. Als je hier zit. Ja. Een rolletje om te scoren. Leuke details. Leuke details. Hockeyveldje. Wie het hoogst gooit mag beginnen? Ja, is goed. Hey, joh, dit duurt nog wel even voordat we 6 hebben gedobbeld, denk ik. Super sterk. Alleen bij jou. Ik speel ook uit. Kijk waar ik ben. Ja, klopt. We gaan dit even weghalen, denk ik. Oké, nu wordt het eerlijk, denk ik. Ik heb nu het gevoel dat we... Mooi. Denk het. Ja, het werkt. Ongelooflijk. Over het algemeen ben ik sneller dan juist. Ja, maar ik ben een beetje hetzelfde als op het veld. Een beetje dieselmotor. Ja, langzaam op stoom. Ik zit jullie spel te spelen, maar ik kan natuurlijk alleen maar trucjes. Hey, doe even een trucje in de muur. Wow, dit denk je wel heel goed. Dit heb ik heel gedaan. Gebeurt er iets? Toch niet. Ja, kom maar hier. Ze noemen me ook wel Benny. Benny wat? Benny Bang. Ik wel, jongens. Ik wel. Klasse. Ja! Nou, hij is wel bang. Hij had bang moeten zijn. Hey, maar vind jij het niet grappig dat er zeg maar, aan het begin is gezegd je moet niet te veel schelden en dat de presentator van dit programma alleen maar schelden is en dat wij heel rustig. Maar wie zou er nou van jullie onderling winnen? Jans op de kop, jij aan het goal, 5 ballen. Ik denk als Jansen 5 keer op de kop gewoon op een training en gewoon rustig mag aanleggen, dan denk ik dat Jansen misschien nog wel af en toe wint. Maar ik denk met loper, lijnstoppie erbij. En wat is onze laatste wedstrijd geweest tegen elkaar? Nee, toen hebben we ook 1 keer gepusht. Ja, 1 keer gepusht. Stond ik al aan de boek. Wist ik dat je daar ging pushen. Ja, dat is het ook, weet je. Je kent elkaar gewoon door en door. Dus ik denk dat Maurits wint in de wedstrijd, over het algemeen. En ik op de training. En hij heeft helemaal geen reet aan, want hij moet in de wedstrijd doen. Maar... We kennen elkaar door en door, dus je kent elkaar. Goede hoeken, minder goede hoeken. Je moet ook weer niet daar te veel van uitgaan. Dus met een corner kan je heel snel ook te vroeg een hoek ingaan. En dan word je juist nog wel eens de verkeerde hoek ingestuurd. Dus je moet blijven anticiperen op de bal? Je moet blijven anticiperen op de bal. Je ziet aan de beweging af en toe wel een beetje waar hij pusht, maar dat doet hij af en toe ook expres. Camoufleert hij hem een beetje naar een hoek en dan gooit hij hem toch de andere kant op. Maar na de wedstrijd, jij stopt de corner, kom dan naar hem toe en zeg dan, hey, balen pik. Als hij een bal mooi binnen pusht bij de, wat was het, play-offs pusht hij op een gegeven moment een bal. Ik denk dat hij, dat was vorig jaar play-offs, eerste pot op Kampong pusht hij een bal. Ja, heel veel beter kan je hem niet binnen pushen, gewoon precies plankhoogte. Binnenkant paal er binnen zo'n beetje, ja, feliciteer ik hem ook gewoon, want het is gewoon een waanzinnig gepushed corner. We zijn gewoon maten en dan, hoe erg het ook is als topsporter, maar je gunt elkaar wel die overwinning. Ja. Ik vind het ziek wat je aan het doen bent. Ja. Maar ik snap jou wel, je staat er echt heel slecht voor. Dit is een risicootje, dit is een risicootje. Met je team wil je winnen, alleen als wij winnen en hij pusht een bal binnen, dan vind ik het wel gewoon leuk voor hem. Maar ik wil uiteindelijk wel gewoon winnen. Nou, jij kan ook nog gewoon ronden. Ja, daarom. Dat is nu de bedoeling, nog keer 6. Oh, hey, ik denk dat we verloren hebben van Rotterdam weer de 3 jaar. Weet je wat erg is? Ik ben het hele potje niet bang geweest vandaag. Ik ben gewoon solo, gewoon lekker. Ik denk, ik ga jullie hockeyvragen stellen, let je niet op mij. Mannen, nice, gezellig, chill dat we voor 100 euro speelden. Ja. Doe potje. Nee, wat een topspel, mooi. Ja, we hebben een flinke spellenkast hier, dus deze gaat er zeker bij gespeeld worden. Ja, ik ga gewoon voor een voorbeeld, jongens. Ja, nu weet ik hoe het moet. Gefeliciteerd. Ik kom nog wel een keer langs voor revanche. Ja, doe dat. Ik ga nog wel weer een plaat terughangen. Nee, die is beter daar. Nee, maar heel simpel. Jij hebt net gewonnen, maar uiteindelijk weten we allemaal dat het om deze draait. Dus ik hang hem heel op je stuk. Ja, geniet er nog even van. Volgend jaar is voor mij.